Yousuf Barazi, van harte gefeliciteerd met je debuut. En ik denk nog niet zo lang geleden stond je ook voor deze camera. En toen zei je van, op mijn 17e wil ik mijn debuut maken voor AZ1. Ja. Nou, dat is gelukt. Klopt. Het is een droom dat uitkomt eigenlijk. Dat ik mijn debuut mag maken. Geweldig. Ja, ik ben heel trots op mezelf. Mm-hmm, dat kan ik. Zeker echt heel blij. Je had het volgens mij zelf eerst niet door, want je ging nog door met de warming-up. Terwijl de trainer al zei van, Yousuf, kom hier. Ja, klopt. Ik had het niet door. En toen zei hij, heb je er wel zin in? Toen deed ik gelijk mijn trui uit, broek uit. Ja. En, kippenvel. En wat denk je dan allemaal? Dat is natuurlijk een geweldig moment. Dat is een moment wat je nooit meer gaat vergeten. Ik was gewoon heel trots op mezelf. Dat is wat in me opkwam. Ik was gewoon heel trots op mezelf. Was alleen maar lachen. Ja, dat straalde ik ook uit. Het begin was nog even besef. Ja, was nog lastig. Ja. Moest toen nog echt beseffen, maar nu besef ik hem wel. Ja. En wat betekent dat nu voor je, nu je het beseft? Ja, het is sowieso mooi dat ik mijn debuut nu al mag maken in Europees voetbal. Gewoon Europa League. Mm-hmm. Dus we hebben elkaar al vaak gesproken en als het over jou gaat, dan word je natuurlijk ook snel aan je vader gelinkt. Dat vind je niet altijd even fijn. Maar heb je nu al wat gehoord van je vader? Nee, nog niks. Ik ben nog niet naar de kleedkamer geweest. Ja. Zeg maar, wij zitten aan de andere kant, de wissels. Ja. Dus ik heb mijn telefoon nog niet aangeraakt, maar ik weet zeker dat ik heel veel berichtjes krijg. Ja, en zeker ook een van je vader, een hele trotse vader. Daar ben ik wel van overtuigd, zeker weten. Hey, dankjewel en geniet vooral van dit moment. Dankjewel.